kijkers, het is weer tijd voor een nieuw filmpje. En dit keer ben ik in Nederland. Ik ben in het noorden van het land, tussen Meppel en Groningen. En daar ligt een plas, en dat is Carp Farm Lake. 8 jaar geleden ben ik hier voor het eerst geweest, en 9 jaar geleden ook een keertje geweest. En er zijn van die wateren dat als je daar een keer geweest bent, dan grijpt het je gewoon. Dat je zoiets hebt van, oh, daar wil ik echt nog wel een keertje vissen. Ik sprak onlangs de eigenaar van het water, hij zegt, ah Peter, kom maar weer eens een keertje vissen. Het is inmiddels een betaalwater geworden, eerst was het een syndicaat. Kijk, en als jullie achter me kijken, zie je nu het water. Het is geloof ik 10 hectare. Het is geen gemakkelijk water, er wordt wel heel veel gevist. Maar we hebben een paar dagen de tijd om te kijken of we hier een vis kunnen vangen. Dus samen met Jan-Willem. Jan-Willem, ben je er nog? Kijk, daar hebben we Jan-Willem. Wow. Oh. Wij gaan even proberen hier een visje te vangen. We zullen alles uit de kast moeten halen. Dus ik ga niet verwachten dat het in één keer los gaat natuurlijk, want het is geen gemakkelijk water. Het is kraak en kraak helder. De vissen kennen de klappen van de zweep. Dus we zullen alles uit de kast moeten trekken. Dus we proberen het gewoon met losse bolies, met choddies. We hebben zelfs de zichter uit de tas gehaald. Dus laten we hopen dat het zo meteen gaat gebeuren. We gaan jullie op de hoogte houden. Ja, pas op meis. Wat is iedereen? Op een choddy. Kijken wat het is. Kijk maar. Dat is één. Zeker. We gaan hem even op de foto zetten. Als je hem even zo goed hebt, mooi doelenlid. Keurig. 14 kilo. Eerste vis. Dat is een mooi welkom. Ja, absoluut. Absoluut. Goedemorgen, we hebben eigenlijk iets te goed geslapen. Het was helemaal stil vannacht. Het is bloedmooi weer geworden. We gaan even de tactiek aanpassen. Even de hengels die op de bodem hebben gelegen, even een choddy opzetten en we gaan zichtvissen. Ja, het is super weer voor de zicht. Het is windstil, het zonnetje schijnt. De vissen laten zich af en toe ook zien door te springen. Nou, zichtvissen, echt, ik heb het niet vaak gedaan. Ik heb er echt weinig vertrouwen in. Ik heb het wel eens gedaan, maar dan zit ik echt achter mijn stokken van ja, nou, en nu? Hè? Moet ik hem nou lager zetten, hoger zetten? Ja, zoeken. Echt proberen. Echt proberen. Ik heb het ook niet volledig onder de knie, maar ik vind het een super interessante visserij. En bij ons, bij PB Products, hebben we nu ook wel een aantal innovatieve producten ervoor gekregen. En daar zijn we wel mee aan het vissen. En, maar echt heel vaak pak je toch niet. Je doet vaak je ding waar je vertrouwen in hebt. Ja. En, maar dit zijn toch wel momenten op zo'n soort water. Prachtig weer is het geworden. En de vis laat zich af en toe zien. Ja, daar moeten we er gewoon voor gaan. Gewoon proberen. Nou, dit water leent zich dus uitstekend voor zichtvisserij. Dat zei de eigenaar ook. Er wordt ook gevangen op de zicht. Dat is ook niet zo gek. De diepteverloop is eigenlijk een soort van badkuip.
En boven het diepste punt, 15 meter, zie je gewoon overdag de vissen springen. Dus er moet toch wel op een bepaalde hoogte een cruiser. Kijk, as we speak, zien we daar een springende vis. En dan gaat hij toch in één keer. We zijn de zichtvis hengels aan het klaarmaken en de diepe hengel op 9,5 meter, die gaat. Heel rustig in die piep piep. Moet je gewoon zo strak checken zo? Maar gaat die ook heel langzaam, maar het voelt wel goed aan, zeg je. Hele goede vis. Potverdikkie, Jan Willem, dat is een hele goede spiegel. Kijk eens even. Voorzichtig, hè. Hij is 20,9. Nee joh. Officieel, Jan Willem. Dat is een mooie eerste vis. Lekker, lekker. Fantastisch. Wat een vis joh. Wat een knijter van een vis joh. Dikkie. Godzijdank, die man een beest. Boom. Heen voor een oude boom op 5 meter diepte. En dan gaat hij. Niet kunnen filmen, want het was wel eventjes, ik moest snel de boot in. En daar hebben jullie mee kunnen genieten van de beelden vanaf mijn hoofd. Deze vis gaat terug, snel de hengel weer op de plek. Juist. Ja. Je mag weer. Kijk eens.
vis. Mooi hè dit. En terug de diepte in. Terug de diepte. Ik heb die buik erachter aan, joh. Heel vet. Inpakken. Vannacht geen aanbeet gehad. Mijn vrouw belde net uit Limburg dat het daar regent. Dus er komt wel een omslag. Ik had er eigenlijk wel een beetje mijn zin in gezet op deze laatste nacht, zeker ochtend. Het is nu 9:30. Het kan nog steeds natuurlijk. Ik ga langzamerhand al een beetje spulletjes in de auto gooien. Ik leg nog een paar hengels in. Maar het is een taai water. Dat wist ik ook van tevoren. Ik ben hier jaren geleden geweest en toen was het ook al redelijk taai. Heel veel natuurlijk voedsel, het is kraakhelder, dus de vis laat zich niet gemakkelijk vangen. Maar het is ook niet rete moeilijk, als je gewoon scherp vist, moet je wel je vis kunnen vangen. We hebben een paar leuke vissen gevangen. Voorheen is dit een syndicaatwater geweest. Eerst was het privéwater, toen een syndicaatwater, gewoon een vriendengroep van de eigenaar mocht hier vissen. Selecte groep. En nu is het een betaalwater geworden. Voor een gedeelte van het jaar, geloof ik 2 of 3 maanden per jaar, dan stelt hij het open voor de vissende Hollander, zodat je kan boeken. Je kan boeken voor een week, een weekend of een midweek. Tips. Neem een boot mee. Nou, tips. Het is eigenlijk meer noodzakelijk. De eigenaar wil gewoon dat je een boot bij je hebt. Maar ik zou die boot zo min mogelijk gebruiken om het water niet te verstoren. Alleen die boot klaar hebben liggen om te drillen als die vis dreigt naar de obstakels toe te gaan. Of dat hij gewoon niet te houden is. Kijk, sommige vissen die kan je vanaf de kant moeilijk drillen, want die zoeken natuurlijk wel een beetje de plant op en zo. Scherp vissen, zei ik al, dat is eigenlijk altijd zo. Ik denk ook dat je een beetje moet letten op het zicht, dat die vis wel alles kan zien. Dus een beetje camoufleren, bijvoorbeeld fluorocarbon onderlijnen. Combi-rigs heb ik dan gebruikt. En rust op de stek, dat is denk ik heel belangrijk. Wat je gisteren zag, is de 2 vissers die gingen naar huis toe. Ze rijden het terrein af en de vissen springen op hun stek. Van, la, 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 la. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik hoop straks nog een vis te kunnen zien. En zo niet, tot de volgende keer.